Deze demonstranten doen niet aan de anderhalve meter maatschappij. Door heel de VS hebben ze genoeg van de lockdowns. Soms eisen ze met honderden tegelijkertijd dat ze de stranden op mogen. Jammer dan als anderen besmet worden. Vaak loopt het uit op aanhoudingen of gaan voor- en tegenstanders van de lockdown elkaar te lijf. Then what are you doing out here spreading the disease? In New Jersey zijn demonstranten boos dat lokale autoriteiten bepalen dat bedrijven dicht moeten. We just want to open and make our own funds. We're not asking for handouts. We just don't want anybody to take away our freedoms. De politie houdt het in de gaten, maar grijpt niet in als de demonstranten wel heel dicht op elkaar staan. De politiemensen hier hebben maskers op, heel veel omstanders ook en ik als journalist ook. Want volgens experts zijn dit soort bijeenkomsten besmettingshaarden. Maar de demonstranten zelf geloven niet in dat risico. You're not worried about your health? Standing Am here I worried without about a mask my... around us? No, you know, I take a multivitamin daily, I take a vitamin C daily, I eat healthy. Een moeder heeft haar kids meegenomen naar de rally en ziet geen probleem. About the brave people who speak out. And the chickens are huddling in their basement terrified. Waar deze mensen advies krijgen van agenten, waren er voor zwarte inwoners van New York juist harde klappen. De gemoederen lopen op. Erik Mout aan RTL Nieuws, New York.